Het is het gesprek van de dag vandaag. Het tragische ongeluk in Os. Vier kinderen zijn omgekomen bij een aanrijding op het spoor. En een volwassene en een kind raakten gewond. Ze reden in een zogenoemde stint, een elektrische bouldercar van de kinderopvang naar school. Zo'n bouldercar wordt ook al jarenlang gebruikt bij diverse kinderopvanglocaties in Flevoland. En dus hebben we die vanmiddag gebeld. Danielle Petter, jij bent inmiddels hier, welkom. Wat hadden de kinderopvangcentra te melden? Ten eerste waren ze allemaal heel erg geschrokken. Iedereen die ik aan de lijn kreeg, die vond, ja, iedereen vindt het natuurlijk heel erg naar wat er allemaal is gebeurd. En op de kinderdagverblijf zijn ze er ook allemaal misschien nog wel ietsje meer van geschrokken dat zoiets heeft kunnen gebeuren. Iedereen is heel erg ontdaan. Wij hadden verwacht eigenlijk dat de kinderdagverblijven in Flevoland allemaal heel veel telefoontjes zouden krijgen van bezorgde ouders. Dus daar waren we heel erg benieuwd naar. Maar het blijkt niet het geval. Het viel erg mee. Sommigen zeiden wel dat ze een telefoontje hadden gehad. Of iemand die belde om hun medeleven te betuigen. Zelfs bij één kinderdagverblijf. En mevrouw van Kindercentrum Almere die zei, we krijgen pas waarschijnlijk vanmiddag de mensen die hun zorgen hebben. Want pas als ouders hun kinderen ophalen, dan zullen ze misschien de leidsters er wel op aanspreken. Dat wisten ze op dit moment nog niet. Dus die verwachten dat het misschien nog wel zou komen. Maar de meeste hebben dus geen telefoontjes gehad van bezorgde ouders. Maar er zijn wel kinderdagverblijven geweest die zelf al proactief een mail of een andere op een andere manier de ouders een bericht hebben gestuurd hierover. Zoals bijvoorbeeld Go Kinderopvang. Dat is een hele grote organisatie. Die heeft 40 locaties in Almere en in Lelystad. Die hebben een crisisberaad gehouden naar aanleiding van dit nieuws. En zij hebben natuurlijk de ouders laten weten dat ze erg geschrokken zijn. En ze leggen ook uit dat zij aandacht hebben voor de veiligheid van de stints. Dus de stints sowieso goed worden onderhouden. Er zijn onderhoudscontracten. Het wordt periodiek gecontroleerd. En de mensen die zo'n stint besturen moeten ook allemaal in bezit zijn van een zogenaamd stintrijbewijs. In de training om zo'n ding te besturen wordt ook extra aandacht besteed aan de risico's die er ook zijn in het verkeer. Dus niet alleen hoe zo'n ding technisch wordt bestuurd, maar ook gewoon in het gebruik op de weg en zo. Daar wordt veel aandacht aan besteed. En zij hebben ook vanmiddag een remtest op alle locaties uitgevoerd. Dus alle stints die er zijn, die zijn vanmiddag nog eens extra gecontroleerd. Alle leidsters hebben even een rondje gereden en even keihard geremd om te kijken, ja, werkt het allemaal? Gewoon naar behoren, gewoon voor het gevoel. Eventjes kijken, werkt het goed? En er waren geen stints die niet werkten bij het remmen. Dus zij houden dat onderzoek natuurlijk ook verder in de gaten. Want het is dus nog niet duidelijk waardoor dat ongeluk is gebeurd. Er schijnt wel een getuige te zijn die heeft gezien dat de bestuurster, dus de kinderopvangleidster, heeft gezegd, ik kan niet remmen, ik kan niet remmen. Dus ja, dat is dus waarom die test ook vanmiddag is uitgevoerd met die rem. Maar of dat echt de oorzaak is, dat moet natuurlijk allemaal officieel worden onderzocht. En daar zijn ze nu mee bezig. Er zijn andere kinderdagverblijven, zoals in het kinderdagverblijf in het Flevoziekenhuis. Die heeft ook een brief aan de ouders gestuurd, waarin ze ook uitleggen dat de problemen die er zijn altijd direct worden opgelost. En als het niet direct kan worden opgelost, dan gebruiken ze de stint niet. Ook bij de kleinste problemen doen ze dat altijd. En er wordt ook jaarlijks gecontroleerd of de stints nog gewoon naar behoren werken. En ook zij zeggen dat ze het onderzoek goed in de gaten houden. En als er ook maar enige twijfel is dat het misschien niet veilig is, dat ze direct maatregelen zullen nemen. En Kindcentrum Almere laat ook weten het beleid nog niet te wijzigen, maar ook het onderzoek goed in de gaten te houden. En verder heb ik geen kinderdagverblijven kunnen bereiken die iets hebben gezegd over dat ze ermee gaan stoppen. Nee, en we moeten natuurlijk ook met z'n allen van tevoren nog geen conclusies gaan trekken. Nee. Want het is totaal onduidelijk wat precies de oorzaak is geweest. Ja, precies. Ja, dus daar wachten de kinderdagverblijven die ik heb gesproken, wachten daar allemaal nog op. Ja. Dankjewel, Danielle Petter.